In zo'n 500 tuinen in Vroomshoop zijn asbestdeeltjes neergekomen. Daarom is deze wijk afgesloten voor verkeer. Allemaal dus vanwege de brand van afgelopen weekend in een loods. Knetterde heel erg s'nachts ook. Maar ja, de volgende dag heb ik wel gemerkt van dat heel veel wegen niet meer langs kon hier in Vroomshoop. Er reed een brandweer van mijn huis en alles is afgezet. Ik zag daar verderop zag ik mensen met gele pakken aanlopen. Het is gewoon heel vervelend voor mensen. Wij willen namelijk het asbest opruimen. En mensen die willen natuurlijk ook wel een huis in en uit. Maar ze moeten vooral zorgen dat ze dat asbest niet onder hun schoenen mee naar binnen nemen. Asbest is een soort gesteente dat vroeger heel veel werd gebruikt om mee te bouwen. Het is een sterk en onbrandbaar materiaal en zit daarom in veel oude huizen en gebouwen. Later werd ontdekt dat asbest gevaarlijk is als het in kleine stukjes uit elkaar valt en in de lucht komt. Mensen kunnen er dan ziek van worden en bijvoorbeeld kanker krijgen. Asbest, als het gewoon op de grond ligt, is het niet gevaarlijk. Maar je moet er gewoon niet aankomen. Ook zelf niet gaan schoonmaken, niet meenemen, niet oprapen. Laat maar liggen en dan komen gespecialiseerde mensen dat oprapen. In een deel van het dorp wordt dus druk schoongemaakt, maar de school die moet zo snel mogelijk schoon, vindt de gemeente. Daarom zie je ook die mannen in die gele pakken, zodat het asbest verwijderd wordt. Maar ja, dat moet heel nauwkeurig, dus dat duurt nog wel even. Dus pas donderdag kunnen de leerlingen weer naar school. Ik hoorde het sinds gisteren en toen was ik wel een beetje blij. Nou, als ik echt eerlijk moet zijn, wel blij. Blij? Ja. Waarom? Omdat ik school soms leuk vind, maar soms ook niet. Het is heel stil en het lijkt heel dood. En normaal staan hier allemaal, zijn ze allemaal op schoolplein aan het spelen. Dus ja, een beetje jammer eigenlijk. Zorgen maken de jongens zich niet echt, omdat alles dus wordt schoongemaakt. Ook auto's die het dorp in en uit willen, worden goed afgespoeld. Daarnaast is het treinstation tijdelijk dicht en is het verboden om in speeltuinen te spelen. Het is volgens de burgemeester nog onduidelijk tot wanneer precies. Nou, dat kan wel een paar weken duren. Hangt er ook een beetje vanaf hoeveel bedrijven we de komende week kunnen inhuren. Want er zijn niet zo heel veel mensen die dat kunnen. Dus die moeten we wel even zien te vinden.